dat jullie weer kijken. We zijn deze week op Ponykamp in Otterlo en ik wil jullie een kijkje geven naar hoe het er hier uitziet en wat we deze week allemaal doen. Voor 2 minuten. We gaan nu een kijkje nemen in het huis. We beginnen in de woonkamer waar we regelmatig zitten om spelletjes te doen. We gaan vandaag een quiz doen en waar we 's avonds eten. We staan nu in de keuken samen met Sonja en Sonja zorgt deze week voor het eten. En Sonja, vind je het leuk om voor zoveel mensen te koken? Ja, je krijgt niet altijd de kans om voor 50 mensen per dag te koken. Ik vind het hartstikke leuk. Het is wel goed dat het maar een week is. Het is niet een beroep om het maar zo te zeggen. Maar ja, super. We zijn een pannenkoek aan het bakken. Nou, lekker. Voorbereiden. Ja. Lekker. En heb je een beetje deze zin? Ik vind het fantastisch. Ja, het is helemaal lekker. Alles. Het eten, het rijden, de kinderen, de leiding. Helemaal goed. Super. Ja. Leuk om te horen. Het huis is in 2 verdiepingen gedeeld. Beneden hebben we slaapkamers. Boven zitten de slaapzalen. De ponies en paarden staan dag en nacht in de wei en borstelen op de speciaal gemaakte poetsplaats. We maken natuurlijk ook elke dag een leuke rit. Dan stoppen. Leuk.
ik zit hier in de slaapzaal met deze dames. En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben jullie het een beetje naar je zin? Ja. Zeker. Ja? Ja? Wat is tot nu toe het leukste van het kamp? De spooktocht, sowieso. Ja? Ja? Ja. Was de spooktocht. Nee. Hadden jullie hem verwacht? Nee. Nou, vertel even wat er gebeurd is. Nou, we werden zeg maar midden in de nacht wakker gemaakt door de toeter. En toen kwamen ze in allemaal pakken hier naartoe, ja, met maskers op van, oh, er wordt de spinnen, hier geëvacueerd. De spinnen zijn er, er zijn meer dan 5 spinnen of zoiets. En toen moesten we naar een andere akkermoeder. Dat, ander precies, huis. Precies, ander huis, ja. En toen gingen we naar buiten en toen werden we het schrik gemaakt. Was leuk dus. Ja. Oké. Okay. Ze maakte het nog erg. Ik vond het eng. Ja? Het was echt eng. Ja, jij was vooral heel eng. Oh, bedankt. Ja. Bedankt. En gaan we volgend jaar weer mee of hebben we jullie te bang gemaakt? Ik ga wel weer mee. Ja? Gaan we wel weer mee? Als je kan. Oké. Okay. En waarom zouden anderen nou eigenlijk mee moeten gaan? Super gezellig. Het is echt heel gezellig. Ja? Ja, het is heel gezellig. Goed, ja. Nou, ik wens jullie nog veel plezier deze week. Your game is tired. You should be tired. Matjo, klaar weer. Ja. Ik voel het trouwens nog niet zo klaar. Dus het reanimatiebadje. Nee, ik neem een matras die ik echt van die aan moet. Deze om elektrische shock te geven. Ik heb ze haakjes. Moet ik al. Nee, je moet met de bal. Warming upje. Naast het paardrijden doen we ook veel verschillende activiteiten tijdens het kamp in Otterlo. We zijn op dit moment bezig met de bootcamp. En dat houdt in dat we allemaal verschillende sportactiviteiten doen in tweetallen. En ik ga jullie eens laten zien hoe dat eraan toe gaat. Op dit moment zijn ze bezig met de quiz. De laatste avond sluiten we altijd gezellig af met een bonte avond. Vraag 2. Welke ponies hebben allemaal namen die te maken hebben met Disney? Natuurlijk tijd voor een disco.
Na het feest van gisteravond is het tijd om op te ruimen. Gaan alle leuke dingen een eind en is het kamp in Otterlo weer afgelopen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.